is alleen wel militair. Gaan we nou echt serieus deze discussie aan? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan straks een avonddienstje draaien hier in het basisteam Lekpoort. Ik ben nu op bureau Houten, maar we gaan ook nieuwe Grijnen, Vianen rijden. Overal waar, waar de politie nodig is, zullen we maar zeggen. Maar we gaan eerst, want ik ben namelijk even wat eerder begonnen, wat administratie hier weer gewerkt. Ik moet er wat procesverbalen afhandelen die ik een aantal weken geleden geschreven heb. Eentje rij zonder rijbewijs die ik nog moet verwerken, zeg maar. Er wordt namelijk wat extra bewijsstukken bij dat het inderdaad de persoon geen rijbewijs heeft. En verder zie ik ook nog een aantal procesverbalen. Het gaat om geen verzekering op het voertuig. En daarop zit vanuit het OM altijd een soort richtlijn dat er 2 weken gewacht moet worden. En dan kijken we nogmaals in het systeem, wat ik ook al eens eerder in video's heb uitgelegd, om te kijken of het voertuig daadwerkelijk niet verzekerd is. Ik zie ook dat het voertuig niet verzekerd is, dus die print ik uit, gewoon digitaal natuurlijk. En die voeg ik bij de bekeuringen toe en dan gaat dat naar het OM. Dus die administratie ga ik verwerken. Administratie gedoe, dat doe ik even. Ik hang daar zo meteen aan die kant op een GoPro'tje. Zet even een timelapse aan. Dat is misschien wel grappig. Ik weet niet wat leuke beelden zijn. Dus dan kunnen we zien. En ondertussen, en dan als jullie de video zien, is dit natuurlijk al geweest of al gegaan. Ik weet niet wanneer ik het ga monteren. Even het draaiboek voor de Dutch YouTube Gathering afmaken. Personeel indelen, laatste stukjes. En volgens mij zijn er wel dingen die veranderd zijn, zeg maar. Altijd last moment moeten we het aanpassen. En voor de rest, wat ik al zei, dat heb ik niet verteld. Ik ga op de motor, dus dat gaan we straks ook nog even doen. En, wat misschien wel bijzonder is, weet niet of het is niet bijzonder, maar officieel is gisteren, want het is nu dinsdag nu ik het opneem, is de wet ingegaan dat je niet meer met je mobiel tijdens het fietsen mag vasthouden. Dus we gaan even kijken of we een situatie kunnen vinden op straat. Gaan we na het gewoon even extra naar zoeken. Of gelijk een bekeuring uitschrijven, dat weet ik niet. Ligt een beetje aan de situatie. Maar gaan we eens even kijken of we dat kunnen treffen. En of hoe bewust mensen er al zijn of ze het al weten. Ik heb al veel te veel geouwe hoerd, zeg maar. We gaan de timelapse aandoen en we gaan even de GoPro'tjes klaarmaken. En dan zien we zo weer.
Even een update waar we nu zijn. Je kunt op beelden zien met spoed onderweg. We hebben namelijk een melding van een aanrijding hier op de snelweg, de A2 richting het zuiden. Voertuig over de kop op de vangrail. Meerdere eenheden te plaatsen. En ja, ik moest vanuit Houten komen, best wel ver weg. Dus ik ben helaas als laatste. Ik weet dat al die reacties. Je bent nu als laatste. Nou ja, dat klopt. Nu was ik inderdaad als laatste. Wat is er allemaal aan de hand? Rijkswaterstaat te plaatsen. Er zijn een aantal personen onderzocht door personeel van de ambulance. De berg is al te plaatsen. Politie is te plaatsen. In dit geval is ook de marché te plaatsen. Dat heeft te maken met een van de betrokken militairen is. En dan komt de ondersteuning van de Kamar. En die gaan het verder ook. Die gaan het verder afhandelen. Dan wachten we nu even op. We wachten ook even tot het voertuig weg wordt gesleept. En dan gaan we de A2 straks weer vrijgeven. Zal even een half uurtje, een uurtje misschien wel duren. Het nadeel is wel dat we in de spits zitten, dat het vrij druk is. Ja, het is niet anders. Inmiddels zijn er heel veel eenheden van de Marche C aanwezig en de overige politiecollega's zijn er alweer vandoor. Dus ik ben nog alleen over. De Kamar neemt het onderzoek nog helemaal over. Iets wat ik zelf nog misschien even niet wist, ze hebben echt zelfs een eigen FOA. Misschien had ik me ook beter moeten verdiepen. Ik dacht dat ze gebruik maakten van de FOA van de politie, maar nee, ze hebben gewoon een eigen FOA-bus met strijping en zo. Dus daar gaan we mooie beelden van schieten en kijken hoe ze dat werk natuurlijk doen. Ik heb wel begrepen dat het gewoon exact dezelfde opleiding is die ze bij de politie gedaan hebben. En die achter me, die kwam ook nog net even aanrijden. Dat is een, we kennen de nieuwe Mercedes van de politie, maar ook de Marseille heeft ze. Maar hoe kan eigenlijk, als ik dit zo zie, hoe kan een godsnaam de airbag er niet uitgaan? Ja, dat... Zeg het maar. Je hebt net een sensortje mis. Ja, dat ligt er even aan. Ik weet in mijn hoofd niet waar precies bij deze auto die op afgaat. Of dat die het in combinatie doet met die sensoren voor en de airbag module. Maar nee, ik durf het zo nog niet te zeggen waarom die nu niet is afgedaan. Kan een lage snelheid alsnog zijn geweest. Dan zie ik dat daar rubber helemaal is weggesleten. Nu zullen sommigen misschien zich afvragen waarom eigenlijk Defensie het onderzoek doet dit en de politie. Waarom laten we niet iemand vragen die dat helemaal weet en die er verstand van heeft? Zo, goedemiddag. Ja, de situatie is misschien niet helemaal goed, maar wat is de... Wie bent u? Laten we daarmee eens beginnen. Ik ben Erwin, ik ben van de Militaire Politiedienst in Utrecht. Oké, dus Militaire Politiedienst. Hey, wat is eigenlijk de reden dat bijvoorbeeld nu de Marché dit onderzoek helemaal overneemt en niet gewoon de politie? De reden is dat er een aanrijding is geweest waarbij een militair voertuig betrokken is. En als er militaire voertuigen bij betrokken zijn, dan gaat de Marché het onderzoek overnemen. Oké, maar is het dan wel exact hetzelfde onderzoek dat de politie zou doen of is dat nog anders? Het is exact hetzelfde onderzoek als de politie zou doen. We werken ook nauw samen met de politie, dat blijkt ook wel, want jij bent er ook bij. Dus ja, het is eigenlijk samenwerking. Omdat er militairen bij betrokken zijn, wordt ook dat er de Marché erbij gehaald. Oké. Hey, en stel, dat is nu even niet te sprake in deze situatie, hè, maar als iemand veroordeeld moet worden als militair, gaat er dan een gewone rechter over of heb je dan een eigen systeem? Hoe werkt dat? Ja, we hebben de militaire rechtbank, die zit in Arnhem. Dat zijn militairen. Gewoon normale rechters zoals de burgerrechter, dat ook is, alleen wel militair. Oké, okay, helder. Ja. Hey, we gaan nu geloof ik de bergen optakelen en dan gaan we daar verder afhandelen. Ja. Oké, okay. Hey, dankjewel voor de antwoorden. Ja, graag gedaan.
Goedemiddag. Misschien rijden we eens bij u. Dat is de enige idee waarom ik u even aanspreek. Ja. Mandarijn, ik dacht banaan zelfs. Wat vindt u er zelf? Moet ik wat zeggen? Of voelt u zich betrapt? En denkt u, ja shit, ik wil het volgende met u afspreken. Als u netjes opruimt, dan laat het erbij. Ja, ook omdat het gezien het is wel biologisch afbreekbaar. Als het dan plastic was, had u wel gelijk een bekeur van me gehad. Nu heb ik nog zoiets. Oké, ja, als u het netjes omrijdt, geef ik u die terug. En dan, maar als ik straks terugrijd en is het nog weg, dan krijg ik toen nog een bekeuring, ja? Zullen we het afspreken? Ja, dat is goed. Oké, ja, nou dan ga ik over een half uurtje weer kijken. Ja, is goed. Oké, succes. Ik wilde nog even een update geven net, maar toen zag ik ineens toen ik de camera uitdrukte, ja, net op het. Te vroeg eigenlijk. In ieder geval zag ik een auto aankomen rijden. Die gooide iets uit het raam. Ik dacht in eerste instantie een bananenschil, maar het bleek dus een mandarijnenschil te zijn. Nou, bestuurder aangesproken. Ja, ik kon in alles merken dat die meneer echt. Hij voelde zich super betrapt. Er was een trillen, hij was een beetje. Nou ja, dat merk je natuurlijk aan iemand. Dus hij was goed geschrokken. In ieder geval, dat is belangrijk natuurlijk. En daarnaast, nou ja, ik heb nu de keuze gegeven om die hoek ook mee horen om het op te ruimen. En voor mij was het ook wel een beetje belangrijk. Joh, het was nu een mandarijnenschil of een bananenschil, dus iets van fruit. Ja, weet je, dat vergaat al in de natuur. Dus daar had ik iets minder moeite mee. Behalve dat gewoon als sjaals dat je zo uit het raam gooit. Dus nou ja, als het plastic was geweest, had hij wel gelijk een dikke bekeuring gehad. Hij gaat het nu ook opruimen en tref ik het zo nog aan de reis af terug. En tref ik het nog aan, dan krijgt hij nog een print. Dus de keuze is aan die meneer. Maar we waren natuurlijk bij die aanrijding van de Marche C. Of tenminste aanrijding op de snelweg met ondersteuning van de Marche C. Nou, dat verhaal hebben jullie gehoord waarom dat gebeurd is. Ze gaan nog even verder met onderzoeken. Daar zijn ze inmiddels nog mee bezig. Slachtoffers hiervan naar het ziekenhuis. Dat het loopt verder ook allemaal. Toen stonden, dat was ik aan het vertellen. Toen kwam er een melder die zei, luister, ik rijd net in de file, want dat is natuurlijk filevorming. En ik ben aangereden door een voertuig. Dus een van de meneer van Rijkswaterstaat, de Marché, die ging met die melder aan de haal. Of aan de haal in gesprek. Ik ben volgens de A2 opgedoken en ik kreeg een half kenteken de kleur van het voertuig door. Nou, even uitgekeken of ik het voertuig kon treffen. Nou, dat helaas niet. Dus of hij is heel snel een nieuw gein af of had het toch. Of het kenteken was niet helemaal goed. Dus dat is wel jammer. Ik heb het nu even teruggekoppeld aan de meldkamer die gaat contact opnemen met de Marché. Want volgens mij, als ik het zo heel gauw zag, was er gelukkig eigenlijk bijna geen schade. Ja, misschien wat gasschade. Maar goed, we horen straks van Marché hoe of wat. Maar voor mij houdt dat nu eventjes op. En ja, inmiddels zijn we in Nieuwegein, de overkant is Vianen. En gaan we verder de dienst in, hè? We zijn weer eventjes aan het broeien. Je kon het zien op de beelden. We hebben een stukje snelweg meegepakt en daarna nog even het centrum van Houten en vooral de fietspaden meegepakt om te kijken of we nog al fietsen zagen die mobiel vasthouden. Nou, tot mijn verbazing, of eigenlijk meer tot mijn verbazing, ik heb geen fiets gezien die mobiel vasthielden. Dus dat was een goed teken hiervan. En ook op de snelweg was het relatief rustig. Ik zag geen overtredingen. Dus dat is ook wel netjes. We zijn nu even aan het bureau. Het is namelijk 5:30, dus we gaan zo even eten. Maar ik heb ook nog een ander klusje. En dat is misschien wel een klusje die ze wel vaker bij mij uitkomen. Maar er zijn wat vragen over de YouTube-wereld. Zeg maar, de politie is bezig met een onderzoek. Daarvoor hebben ze mij gevraagd of ik even wat kon betekenen in die zaken. Dus ik ga even die collega terugbellen om wat advies te geven en wat uitleg te geven hoe de YouTube-wereld werkt. Want dat is het vaak ook wel. Soms hebben we onderzoeken en dan blijkt dat er te weinig kennis is of iets anders. Dus dat is wel leuk dat ze naar mij voor benaderen. En dan heeft het ook nog wel zo'n politionele, operationele meerwaarde, zullen we maar zeggen. Dus dat gaan we nu eventjes regelen binnen. Hoi, doet u volgende keer de gordel gewoon om als u wegrijdt en niet hier op de weg. De gordel gelijk omdoen en niet als u mij ziet pas. Ja, maar daarvoor had u hem niet om. Gaan we nou echt serieus deze discussie aan? Ik zeg alleen maar, doe de volgende keer de gordel om als u wegrijdt en niet pas als u mij ziet. Ja?
Ik ben al onderweg via Nieuwegein al in, die ons lastig kwamen vallen. Oh, zo weg? Ze zijn al weg. Oh, ze zijn al weg. Oh, net, echt net. Een beetje door is. Ze staan namelijk onder de A12 is dit trouwens, vanuit Woerden richting Nieuwegein. Maar we hadden juist een melding dat er een wielerronde was op een afgesloten parcours. En dat er toch iemand op het parcours terecht gekomen is met een mountainbike en een elektrische fiets. En die zijn tegen het verkeer in op het parcours gaan fietsen. Nou ja, er was natuurlijk heel veel hinderen, gevaarzetting en overlast van. Uiteindelijk zijn er twee fietsers aangesproken erop en toen hebben ze middelvingers opgestroken en hebben ze de organisatie uitgescholden, wat ik begrepen heb. Nou, daarop heeft de organisatie zijn fysiek vanaf de baan gehaald, is de politie gebeld. Nou, je raadt al, eenmaal toen wij de plaatsen kwamen was iedereen weggevlogen. En we hebben nog even een aantal routes uitgereden waar mogelijk ze zouden fietsen, maar helaas niks aangetroffen. Dus het is wel weer opgelost, jammer dat ze niet meer kunnen vinden. En dan gaan we weer door naar het volgende meldingje, klusje of dingetje wat we tegenkomen. De collega's die achter zijn nog even bezig met die aanrijding. Gelukkig geen gewonden, veel schade aan voertuigen. En wij gaan snel door. We krijgen nu een melding van een vermiste. En bij die vermiste, die maakt mensen ernstig zorgen. Die wil zichzelf mogelijk wat aandoen. Dus we hebben een zoeklocatie. Gaan we nu met spoed, enig spoed die kant op. Ik ga het even op deze manier proberen, het is wel een beetje nieuw en ik hoop dat het hoort het motorgeluid en anders dan spreek ik het later wel opnieuw hier. Maar we hebben dus zoals ik zei een melding gehad van een mevrouw die mogelijk zelfmoord wil plegen. En nou, er is in ieder geval een voertuig aangetroffen en we gaan dus nu met z'n allen hier in het bos zoeken. En er zijn serieuze aanwijzingen dat ze het ook echt wil of gaat doen. De heli is opgeroepen en er worden nog meer middelen uit de kast getrokken. En de HVJ is ook al betrokken om bepaalde toestemmingen te geven, om bepaalde opsporingsmiddelen in te gaan zetten. Dus dat wordt niet allemaal overlegd. Inmiddels worden alle beschikbare eenheden opgetrommeld en Skyline Burgernet en dat soort zaken. Dus we gaan nu zoeken in het park. Dat is een van de voornaamste locaties waar nu het vermoeden is. En ja, dat wordt wel zoeken. Stelt er een hooiberg en toen viel de motor uit. Dan moet ik ook zeggen trouwens dat de speurhonden worden opgeroepen. En dat is natuurlijk al een stuk rustiger als die motor eruit zit.
Akkoord, 53-10 houden. Zoals u wellicht begrijpt en hoort, is de heli aanvliegend. We zijn dus met mannenmacht aan het zoeken en de heli is inmiddels in de lucht. Speurhondengeleid is onderweg en nou, je ziet het, heel veel bosrijk gebied. En ja, dit soort locaties die echt meerdere locaties in het bos hebben, werken dan ook niet echt mee. Het is gewoon letterlijk drijfzand, er staan zelfs borden bij. Deze is dan niet helemaal afgesloten, sommige zijn ook echt met hekwerk afgesloten. Dus ja, we hebben inmiddels ook wel wat andere indicaties binnen gehad dat het zeer ernstig is. Dus er wordt ook veel meer opgetrommeld nu, ook recherche en dat soort zaken. Maar goed, we gaan nog verder zoeken. We zijn inmiddels denk ik, toch al bijna weer 2 uur verder. We zijn nog steeds druk aan het zoeken met heel veel eenheden. Het is zelfs al 10:30 en de nachtdienst die is al aan de bureaus. En die komen ook gelijk deze kant op. De avonddienst mag voorlopig nog niet naar huis. De heli is wel gestopt met zoeken. Die zegt ja, het is hier zo warm geweest de afgelopen dagen. En het is zo dicht begroeid dat we nu ook verder niks meer kunnen waarnemen. Wel op technische hulpmiddelen is het zoekgebied iets veranderd. Dus we hebben nu een ander zoekgebied. Maar ook daar is het echt veel water, misschien wel een beetje moerasachtig, veel bos. Veel bebost groen gebied, weinig bewoonde wereld zeg maar. Dus dat is lastig. Wat we nu gaan doen is ook extra met de speurhonden nog bepaalde routes uitlopen. Het ziet er best creepy uit zo. Zo. Ben dit 53-10 af? Ja, ik wil graag een takeltje bestellen voor het voertuig op mijn wagen koffer. We zijn juist weer even aan het bureau aangekomen. Het is nu 3 uur in de nacht. We zitten zeker al 5 uur in de overuren. Het trieste nieuws is eigenlijk dat de mevrouw nog niet aangetroffen is. Dus dat niemand nu ook weet waar ze is. Wat we gedaan hebben is dat de heli heeft meerdere keren vluchten gemaakt over een bepaald zoekgebied dat aangewezen is. Er is inmiddels technische hulpmiddelen gekeken of we haar kunnen achterhalen. Er is onderzoek gedaan bij familie, vrienden, kennissen om informatie te halen. Daar is ook nog niks uitgekomen. Er zijn van allerlei burgernet acties opgestart. Het heeft nu ook nog niks geholpen. Er zijn meer aan de speurhonden zijn geweest. Nou, we hebben met heel veel collega's hebben door de bossages en de bossen gelopen. Hadden de complete laterdienst en de nachtdienst. Allemaal niks aangetroffen. Nou, wat er nu gaat gebeuren is dat in ieder geval de collega's die erbij betrokken zijn geweest, die kunnen nu naar huis. De OVD en de OPCO die gaan nu overleggen. En waarschijnlijk gaat er dan morgenochtend even kijken wat de verdere ontwikkelingen zijn. Gaat de ME opgepiept worden om verder te gaan zoeken. En dan is het de vraag, voor deze video kan ik dat waarschijnlijk allemaal niet meer inverwerken. Want ik zal deze video vrij snel monteren. Als ik nog laatste nieuws heb, zal ik dat bij de video verwerken. En anders dan kom ik er misschien op een later tijdstip nog op terug.